Welkom bij Vlogmasdag 22. Goedemorgen allemaal. Het is nog een beetje donker, maar het is echt totaal niet vroeg meer. Het is namelijk niet schrikken. 10:30. Ik ben wakker, jongens. Ik zou gisteren zou ik gewoon mijn wekker zetten om 8 uur. Die heb ik dus ook gewoon lekker uitgedrukt. En ik ben lekker blijven liggen, want ik was echt heel erg moe. Dus ik dacht, weet je, laat maar gaan. Ik ga lekker gewoon op mijn gemakje nog even doorslapen. Ik heb toch de mogelijkheid en de tijd ervoor. Dus goedemorgen. Ik ga mijn bed heel even recht trekken. Dan ga ik gelijk editen, want dat moet ik dus nog doen. En ik ga heel even koffie halen, want daar heb ik ook wat trek in. Oh, ik word ook gewoon echt wakker met maag- en buikpijn weer. Ik denk van, ik weet dat het die verstopping al is. I know. Het is wel gewoon weer fijn. Ik denk van, oh, pa. Heb ik dat weer. Ik ga editen, jongens. Ik heb trouwens de superleukste mok ever. Deze mok is, deze huisjes zijn helemaal zwart. Zoals je net misschien kon zien. Door de warmte verkleuren deze ramen wit. En sommige die kleuren geel. Wat dus betekent dat daar licht brandt. En je ziet, het is echt een kerstmok. Want je ziet hier bijvoorbeeld een kerstboom in het raam. Daar hangt ook iets. Echt super, super leuk. Die heb ik van mijn stage gehad als kerstpakketje. Samen met groene thee. En van die chocolade kerstballetjes die je ook in de kerstboom kan hangen. Ik vind die mok echt zo super, super, super gaaf. Dus daar ben ik heel blij om. Bam! Adventkalendertijd, jongens en meisjes. It is that time, echt serietje. Je zit er niet meer uit. Die deuren hangen echt gewoon op 6:30. Er is zelfs een deur af. Heel erg. Maar ja. Jongens, kerst is gewoon bijna. Dus we doen daar ook gewoon lekker helemaal niks meer aan. Maar het is vandaag dagje nummer 22. Oeh, die is hier beneden. Die is groot. Wat ik gisteren ook al zei. De dagen daarvoor ook. Ik krijg die deuren steeds moeilijk open. Oh, wauw. Ik heb een dagcreme. Die ga ik gelijk proberen. Want ik heb nog geen creme. Ik heb wel mijn skincare gedaan, maar ik heb nog geen crème op gedaan. Dus dat is het goede excuus om dit te doen. Moet ik hem gelijk testen. En dan smeer ik dit uit met twee handen. En nu doe ik lekker moeilijk met één hand. Hij ruikt wel heel lekker. Hij voelt lekker vettig. Dat is ook wel heel fijn. Super dit, jongens. Echt heel tof. Het is ook echt super lekker. Het zit toch alleen maar haar, maakt het uit. Oké. Ik heb een crème gekregen en die voelt echt super, super fijn. Dag nummer 22 van de kalender, jongens. Oh god, ik merk dat ik gisteren 22 heb opengemaakt en niet 21. Super dom. Nou ja, dat doen we nu gewoon lekker 21. Dat is ook goed. Wat hebben we vandaag? Ik vind het echt super dom. We gaan gewoon even één dagje terug. Goed. Een eyeliner gel. Oeh, dit is heel cool. Dit is zo'n soort potje wat je ook hebt voor wenkbrauwen. Ik krijg hem alleen niet open. Dit is dus eyeliner gel.
Dat vind ik wel heel tof, want ik gebruik dus heel soms eyeliner. Er zit ook echt een kwastje bij. Hier ben ik wel heel blij mee. Maar ik ga geen make-up opdoen vandaag. Ik ga mijn gezicht even een beetje met rust laten. Maar ik ga hem zeker wel testen in een video. Dus dat vind ik heel chill. Dag, een dagcreme en een eyeliner. Goed, de video is inmiddels geüpload. Dat is heel mooi. Ik moet alleen nog eventjes de beschrijving toevoegen. Dat doe ik altijd via mijn telefoon. Vind ik gewoon het fijnste werk op zich. Ik ben ondertussen ook even vlogmas video's aan het kijken. Gewoon omdat het kan, omdat het leuk is. Dus ja, even de beschrijving toevoegen aan de video die jullie gisteren hebben gezien. En dan is dat ook weer gebeurd voor vandaag, jongens. En dan wacht ik tot mijn ouders zo meteen terug zijn van boodschappen doen. En dan ga ik er lekker vandoor naar het Zuidplein. Goed, ik loop buiten en het miezelt een klein beetje. Dus ik denk, ik ga lekker mijn capuchon aan doen. Ik heb mijn hakken aangedaan. Dat loopt het lekkerste voor mijn knie. Niet voor mijn voet, wel voor mijn knie. Dus het is echt de een of de ander. Maar ik ga nu dus op naar Rotterdam. Ik ga naar Zuidplein. Daar ga ik mijn laatste paar kleine kerstinkoopjes doen. Ik wil nog iets kleins halen voor mijn moeder. Iets kleins voor mijn vader. Ik heb zelfs nog een paar dingetjes nodig die ik moet halen. Dus dat ga ik ook maar doen. Dus ja, op naar Rotterdam. In mijn eentje. Gezellig. Oh my god. Oké, jongens, het is super druk. Maar ik heb een paar dingen in mijn mandje zitten. Maar ik zeg, nee, ik ga meegedrukt. Er staan echt ontzettend lange rijen bij de kassa's. Ik ga echt gewoon snel een rondje maken hier. En dan gewoon lekker naar buiten. Dat is echt niet te doen hier zo druk. Het is echt mega, mega, mega druk. Maar goed, snel mijn rondje doen naar de kassa. En dan hopelijk snel in de beurt, want het is mega druk. Oké, nou ik ben grotendeels geslaagd. Tenminste voor mijn pa wel, voor mijn ma alleen niet. Maar daarvoor ga ik nu richting de stad om haar cadeautje op te pikken. Dan heb ik alles, dan kan ik lekker naar huis en dan ben ik ready. Goed, ik heb al mijn inkopen gedaan die ik nog moest doen. Ik heb alles nu, daar ben ik wel blij om. Ik zit nu op de meter te wachten. Ik moet nog 4 minuten wachten en dan kan ik naar huis. Ik heb een flesje water. Voor chocolaatjes gehad, want ik heb echt trek. Ik heb nog niks gegeten vandaag, behalve 1 tosti. Dus ik heb in ieder geval alles. Ik heb ook super leuk inpakpapier gehaald. Heel vrolijk. En ik heb beddengoed. Ik heb een cadeautje voor mijn vader. Ik heb echt van alles. Echt heel leuk. Niet zo heel veel eigenlijk, maar ja, het kost wel op een gegeven moment heel veel. Alle kleine dingen kosten bij elkaar toch best veel. Goed, ik ben mega overbelicht, maar ik ben wel weer thuis. Goed, alles ingepakt. Ik ga het nu aan mijn ouders geven. Ik ga het niet filmen. Omdat mama daar niet zo heel erg van houdt. Dus ik ga nu de cadeautjes geven en ik ben heel benieuwd. Dankjewel. Ja, dat. Omdat ik niet wil wachten tot in de kerstdag. Krijgen jullie. Waarom niet? Nee, ik wil niet kijken tot de eerste kerstdag. Nou, dan maak jij. Ik wil niet kijken tot de eerste kerstdag. Ik kijk niet, ik gok alleen. Je moet, nee, niet, je moet kijken, er staan namen op. Oh. Jij moet eens. Jij niet. Jij zit gewoon op. Ah, jij had mijn geld ook in. Oh, er zitten cadeautjes, allemaal cadeautjes. Jan? Nou, wacht, ja. Maak open. Je bent met Kevin, niet gewoon. Nee, ik weet niet. Oh, staat er Jan op? Oh, er staat Jan op. Staat Jan op? Oeh!
Oh, de afvalkalender. Ze hebben hem opnieuw ingepakt, de afvalkalender. Oh, de 100.000. Omdat je niet kan wachten met krassen, dacht ik, ik ga het aan het einde van de maand halen, kan je alles in één keer opkrassen. Ja, maar het is nog geen einde van de maand, hè? Maar bijna. Nee, bijna toch? Gaat het op de 24, nog 2 dagen. Ja. Nou, mama, nou. Wie is dit? Tries, nou, toevallig. Lees nou eens. Lees nou eens wat er staat. Tries. Luister en... nou eens. Waar zie je Tries dan van? Schelen wat staat er? Jan en Tries. Ja, dat is voor jullie samen. Oh, dan leggen we die terug. Nee, maakt niet uit. Pipi Brio. Dat is fijn. Maar je mag gewoon trekken. Ja, maar dan je zo. Bam! Hoe vind je het inpakpapier trouwens? Leuk. Ja, die heb ik gewoon bij de vlingmarkt. Leuk, hè? Ja. Dat is wel wat leuk. Oh, wat is dat? Een snoeppot. Ja, nou ja, die is niet van jou, Tries. Die is sowieso van mij. Nee, meer zit er niet in. Nee. Kijk! Een schephuisje. Een schephuisje. Een schephuisje, en is Benjamin. Moet je scheppen? Nee, maar jij kent niet scheppen, Tries. Ja, ik kan heel goed scheppen. Jij kent niet scheppen. Dan stop je handen erin. Okay. Leuk! Nou, zeg je dan? Dankjewel, jij ook! Ja, ik zei toch dankjewel. Dankjewel, de Schempenkalender. Leuk! Nee, dankjewel, Kruisloten. Dat is leuk! Ja. Leuk, ja. Papa is weer. Godverdomme, heeft de geeltje nou weer. Hij ziet weer Jan staan, nou dat is toevallig. Of allemaal? Zal ik allemaal eens eerst openmaken of zal ik Tries openmaken? Hier, Tries. Nou, dat staat eigenlijk Jan. Er staat Tries, staat hier. Dat kan jij niet zien. Er staat Tries hier. Dit is één geel te mist. Nee, het is één lange woord. Ja, piemel is ook een heel lang woord. Janneman is ook een heel lang woord. Ja, Janus. Janneke. Op principe is die anders toch wat zo. Kan ik er niet aan stoel gaan pauze? Pauze. Ik ga wel een rijtje langs de weg. Nee, dat wil wat anders, hè?
wil je misschien dan toch wel verwend worden. Wat zijn dat dan weer? Pondenkoekjes voor jou. Ga in de praf zitten, doe zo. Dan krijg je een koekje. Ja, maar dan til ik ook mijn been op tegen je. Nee, dat doen we niet. Pondenkoekjes. Chocolade. Dat dan ben je in de rendierspoens. Rendierspoens. Ja. Fietsjes chocolade. Joh. Dat is van allemaal. Wie is allemaal? Ben jij dat ook? Nee, ik lees het boven er eentje, maar dat maar jullie houden. Ik hou er niet zo van. Leuk zeg. Nou, dankjewel. Zo jongens, mijn bed is helemaal opgemaakt en schoon. Dit is het nieuwe beddengoed wat ik heb gehad. Het is gewoon een wit dekbed overtrek en hier zit dan een witte bewerking. En hetzelfde op de kussens. Dit is effe en hier zit dan zo'n bewerking in. Ik vind het heel tof. Het staat ook gelijk weer lekker fris, zo'n wit kleurtje. Ja, ik ben er blij mee. Ik ga me omkleden en ga ik lekker slapen, want ik heb het echt mega koud. Het is echt niet warm. Ik ga alleen even spieken waar ik mijn slaapkleding heb leggen. Die heb ik dus ergens neergelegd, maar ik weet dus alleen heel even niet waar. Ik heb hier mijn broek. Ik slaap trouwens gewoon in een t-shirt. Oh, hier is die. In een topje en in een korte broek. Omdat ik het 's avonds heel erg warm. Ik heb het nu bijvoorbeeld heel koud. Maar als ik zo meteen onder mijn dekens leg, dan zweet ik me eigenlijk helemaal kapot. Dus die ga ik lekker aandoen. Mensen zijn vuurwerk aan het afsteken. Zo te horen. Ik vind het zo zonde dat ze het nu al afsteken. Waarom zou je dat doen? Ik snap het echt niet. Het kan aan mij liggen hoor, maar ik snap echt niet waarom mensen dat doen. Maar goed, mijn trui hangt klaar voor morgen. Ik ga me lekker omkleden en dan ga ik nog even editen. Want dat moet ik ook nog wel even doen. Dat heb ik eigenlijk nog helemaal niet gedaan vandaag. Voor deze dag. Dat moet ik nog even gaan doen. Morgenochtend staan een paar dingetjes op de planning. En dan moet ik de vogelkooi nog schoonmaken. Dat zou ik vandaag doen, maar dat is er niet van gekomen. Omdat ik zo lang weg was. Dus dat gaan we morgen natuurlijk nog eventjes doen. Ik draai even deze dingen wat losser. In de hoop dat ik hem een beetje kan doorklappen. Of kan ik hem, hoe ver kan ik hem doorklappen naar achter? Dat vraag ik me af. Volgens mij is dit de max. Ja, want dan zit je hier tegenaan. Dat is jammer. Nou, ja, dan maar zo. In ieder geval ga ik deze ook lekker uitdoen. Zo. Het is gelijk donker. Maar ik ga me lekker omkleden. Ik ga nog wel even een vlogmas video kijken en daarna dan ga ik editen, want dat moet ook gebeuren. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Doe deze video een duimpje omhoog en ik zie jullie morgen bij een nieuwe video. Doeg!